Hoi hoi, welkom op mijn channel. Mijn naam is Chanel. Bij deze de legging voor september voor sterrenbeeld, weegschaal of degene die ascendant weegschaal hebben of maan of Venus in weegschaal. Allereerst voor de energie lijkt het alsof veel dingen nog niet zichtbaar zijn, alsof het nog niet duidelijk is waar iets heen gaat. Dat kan natuurlijk op veel verschillende gebieden zijn. Het kan ook zijn dat je meer probeert op je intuïtie te vertrouwen. Dus ook al weet je niet waar iets jou heen gaat leiden, dat je toch wel weet, dit is wel de juiste keus om te maken of de juiste stap om te zetten. Dus dat je de sprong gaat wagen, zeg maar. En dat kan te maken hebben met liefde voor een aantal. En ja, de sprong wagen. Dus dan komt er een nieuw begin. En ja, een beetje een duik in het diepe, zeg maar. In het onbekende. Oké, dan vallen er nog twee uit. Het kan ook met een werksituatie te maken hebben dat je keuze hebt uit twee banen of misschien zelfs nog meer. Ja, want de pentakels die staan voor financiën, geld, werk. Beetje die richting. Maar het kan ook te maken hebben met de liefde, zoals ik net al zei. Dus misschien heb je daar een keuze uit. Meerdere partners. En ja, het kan zijn dat je bijvoorbeeld dan gaat kiezen voor een vuurtype of een vurig type. Het hoeft dus niet per se een ram, boogschutter of... Een ramboogschutter of leeuw te zijn, maar het kan ook gewoon iemand zijn die heel ambitieus is en ja, gewoon weet wat hij wil. Maar ja, het kan ook zijn dat dit gewoon je eigen energie is, dat je wat meer in je mannelijke energie gaat komen en ja, wat meer die passie in jezelf gaat volgen. Dus meer je hart gaat volgen. Bij deze komt als uitleg de Queen of Wands, dus die hoort eigenlijk bij deze. Dus ik denk toch dat deze kaart stond voor een ander persoon die je kent. Dus met betrekking tot de liefde en met betrekking tot de dingen niet weten en laten ontvouwen, komt waarschijnlijk omdat je zelf ook meer in je kracht staat en ja, gewoon wat meer denkt van ja, ik leef maar één keer en ik ga gewoon voor wat ik graag wil. En dan zie ik wel hoe de dingen lopen. Dus wat meer in het moment ook leven. Oké, vallen nog een hele hoop kaarten uit. Het kan zijn dat je op dit moment nog ergens vast te zitten in een bepaalde situatie. Dat kan in een liefdesrelatie zijn. Het kan zijn dus dat je meer je grens moet aangeven, meer voor jezelf moet opkomen en ja, risico's durven nemen. Wat meer je kop boven het maaiveld uitsteken, zeg maar. En ja, op een bepaald vlak in je leven moet je ook gewoon wat meer geduld hebben. Want je hebt al hard gewerkt aan bepaalde dingen, alleen nog niet alles is zoals je het graag wil. En het kan ook zijn dat je snel, ja, jezelf wat anders laat wijsmaken door anderen of jezelf wat laat aanpraten door anderen en dat je meer toch echt trouw mag zijn aan jezelf en ja, wat jij wel weet van binnen eigenlijk. En dus wat meer misschien ja, dat geluk en die emotionele vervulling in jezelf mag vinden, wat meer een gesloten houding richting anderen. Of nou ja, niet te gesloten natuurlijk, maar dat je als eerst gewoon trouw bent aan jezelf en dat je daarin gewoon ja, doet wat goed voor jou voelt en ja, je niet laat beïnvloeden door anderen in elk geval. Dus daarin ook een balans vinden tussen mensen toelaten, maar wel trouw blijven aan je eigen ja, normen en waarden, je eigen ideeën. Take time to breathe out. Dus het is nu belangrijk om ook de rust in jezelf te vinden. Beetje dat work hard, play hard. Dus ja, ga de dingen neerzetten en ga ook ja, in het weekend bijvoorbeeld wel echt gewoon tijd voor jezelf inplannen. Conclusions are within reach. Dus ja, het kan zijn dat er bepaalde antwoorden komen. Het kan zijn dat je straks gewoon echt precies weet wat je wil. Of het kan zijn dat je al een tijdje hard aan het werk bent met iets en dat, ja, dat het eindresultaat nu in zicht is.
herinneringen aan liefde. Dus het kan zijn dat je iemand gaat treffen waarmee je een hele hechte band hebt. Of ja, direct een hele goede klik eigenlijk. Of iemand waarmee je al een verleden hebt. Dus iemand waarmee je misschien al een relatie hebt gehad. Voorspoed begint. Dus voor mij zegt die ook dat er echt een transformatie zit aan te komen. Een verandering die heel positief is. En dat het harde werk eigenlijk al verricht is. Dus dat de dingen nu echt snel gaan veranderen. Maar wel een stabiele verandering. Dus niet iets waarvan je niet weet waar het heen gaat. Het lijkt erop dat dit zich positief gaat ontwikkelen. Basis en verworvenheden. Ja, dat heeft dus ook te maken met de thuissituatie. Misschien kom je wel weer samen met een ex waarmee je eigenlijk al een gezin hebt. Dus dat jullie samen al kinderen hebben. Dat jullie een tijdje uit elkaar zijn geweest. Dat kan. Eens kijken wat er verder nog voor liefdesboodschap komt. Heel spoedig. Besluit heel helder wat je wilt, zodat het nu ook kan gebeuren. Deze kaart heb ik al meerdere keren gezien. Ook voor de week- en de maandreading geloof ik. Maar ook voor een aantal andere sterrenbeelden. Kijken wat er nog meer uitkomt. Bruiloft. Bij deze situatie hoort een bruiloft. Nou, dat zijn wel hele mooie kaarten. Ik ben heel benieuwd. Het hoeft natuurlijk niet direct een bruiloft te zijn. Het kan ook zijn dat, ja, dat het gewoon een serieuze relatie gaat worden nu. Misschien was je al wel een tijdje met deze persoon aan het daten. Of misschien heb je deze persoon net leren kennen. Of is het inderdaad een ex. Misschien waarmee je al wel een gezin hebt. Ik ben benieuwd of jullie er herkenning in vonden. Laat even een reactie achter. En je kan me benaderen via Facebook of e-mail als je een reading of een healing wil. En anders tot de volgende keer.